geel, blauw, rood. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. De bladramenas die staat boven. Waarom hebben we dat land 28 centimeter diep geploegd? Ik zal jullie laten zien waarom dat we hier dat land nou geploegd hebben. Bij de bollen, daar wordt stro gebruikt. En dat stro, dat zit in de ondergrond. Op die 28 centimeter diepte zit vastgereden stro van de tulpenteelt. Die grond is blauw en het stro is zwart. Als ik dat naar boven ploeg, dan kan het beluchten en dan kunnen de wortels er weer doorgroeien. Een ecoploeg is om ondiep te ploegen. Maar je kunt met deze ploeg 28 centimeter diep ploegen. Het is nu zaterdagmorgen. Het heeft ruim 50 mm geregend tot nu toe afgelopen week. Ik ga hier eens even bij de Lady Jane eens even graven en kijken hoe diep dat de wortels zitten. Nou heb ik een gat gegraven. Hoe diep is dat gat nou vanaf de bovenkant van de rug? Is het ongeveer 55 centimeter. Dan gaat 15 centimeter af. Ik ploeg 28 tot 30 centimeter. Dat is tot hier aan toe. Hoe ver zitten de wortels? Tot waar ik ploeg. En niet dieper. Hier zitten geen wortels. Hier zitten wortels. Kijk maar. Tot op die vaste laag zand. Nou was er een vraag van waarom woel ik nou? Ik probeer die vaste laag te doorbreken met de woelpoot. Daarna ga ik bladramenas zaaien. En dan hoop ik dat die bladramenas door die opengebroken laag groeit. Dat daar wortels in komen. Die wortels verteren volgend jaar weer. Die veroorzaken watergangen. Dan kan het water makkelijk afgevoerd worden naar de drains. En als die watergangen daar zitten, dan kunnen ook de nieuwe wortels van het volgende gewas daar weer doorheen groeien. Het is behoorlijk nat geworden. Ik wil jullie toch proberen om een Phytophthora blaadje te laten zien. Kijk, dit is Phytophthora. Hier nog een blaadje. Hier zit geen schimmelpluis meer op. Dat heb ik tot stilstand gebracht met gewasbeschermingsmiddelen. Om Phytophthora te voorkomen moeten wij ook een breed middelenpakket hebben en afwisselen van middelen. Want er ontstaan heel snel nieuwe soorten Phytophthora. En om nieuwe resistenties in te bouwen, daar hebben we heel veel jaren voor nodig. Daar ga ik eens even bij Jan kijken of Jan daar wat over kan vertellen. Gelukkig is dit het enige plekje. Mijn broer Jan, die kweekt aardappelen. Die probeert nieuwe rassen te kweken die sterk zijn tegen Phytophthora. Jan, vertel er eens wat over. Ik heb hier allemaal materiaal staan, daar ben ik al een jaar of 10 mee bezig. Dat is sterk tegen Phytophthora. Maar een hele hoop van die dingen, er zit maar één resistentiegen in. Nu moeten we naar meerdere resistentiegenen, zodat er een gen doorbroken wordt. Dat de andere resistentie overeind blijft, zodat ze geen Phytophthora krijgen. Wat ben je nu aan het doen? Nu smeer ik het stuifmeel van de vaderplant op de moederplant. En dan... Als we geluk hebben, dan komt er een besje aan. In die zakjes, wat zit erin? Hier hangen bessen van kruisingen die geslaagd zijn. Iedere bessen zit ongeveer 100 zaden in. Tot 200. Maar het is net als met een familie.
met 10 kinderen. Ze lijken allemaal wel een beetje op elkaar, maar ze zijn toch allemaal verschillend. Dus ieder zaadje wat hierin zit, dat is verschillend. En waarom heb je ze nou in zakjes hangen dan? Nou, straks als ze wat rijper worden, willen ze eraf vallen en dan weet ik niet meer wat is. Oké. Kun je nu iets laten zien van jouw zaad van vorig jaar? Hier tussen ieder stokje, daar staat zo'n populatie. Dus die komen dan allemaal uit één kruising vandaan. Maar ieder plantje is hier verschillend. Nou spuit ik deze niet, dus hier wachten we meteen af of de Vitof erin komt. Dus elke plant is een ander ras? Is verschillend, ja. Nou, dan zie ik hier al wat verkeerd staan. Kijk, hier is de Vitof erin gekomen. En dan is het gewoon een kwestie van eruit halen, weggooien. Dus geen toekomst. Mag ik die Vitof eraan zien? Kijk, er zit hier aan de randen zit wit schimmelpluis. Dat zijn de sporen die gaan door de lucht en kunnen andere planten infecteren. Kijk, en dan hier zit ook een plant, er zitten bruine plekjes op. Maar dat kan ook een overgevoeligheidsreactie wezen. Kijk, want die gaat niet sporeleren. Dus die plantencellen die aangeprikt worden, die sterven af en komt verder geen Vitof erin. De plant ernaast, die is wel foutenboel. Dus die kan er gewoon uit. En zo is het gewoon een kwestie van volhouden. En kweken is weggooien. En jouw hoofddoel in kweken is nu hoofdzaak tegen Vitoftera? Vitoftera-resistentie. Er moeten meerdere genen moeten erin komen om doorbraak te voorkomen. Oké. En heb je al een paar sterke rassen, Jan? De twee laatste rij hier, dat is het oudere materiaal. Dus die hebben zich afgelopen jaar al bewezen. En dan kan dat doorbroken worden, maar er zijn erbij die zijn al 5, 6, 7 jaar zitten geen Vitof erin. Dus voor de duidelijkheid, Jan die spuit hier niet met Vitoftera middelen. Bewust om de Vitoftera gevoelige planten eruit te halen. Jan die heeft hier nog een plant met Vitoftera. Kijk, soms dan denk je van komt er wel Vitoftera in en komt er één blaadje in. Maar de lucht die hangt gewoon vol met sporen. Want je ziet wel zo'n plant die dan vatbaar is. Die heeft dan gewoon op 1, 2, 3, 4, 5 plekken heeft die Vitoftera aantasting. En als je deze planten nou niet uittrekt, Jan, hoe snel kan die dan helemaal wegwezen? Die over een week is die zwart. En dan de planten er rondomheen ook? Nou, dat hoeft niet, want het ligt eraan of in hoeverre dat die sporuleert. Het ligt ook een beetje aan het weer. Ja. En dan 2 weken later dan zijn de knollen ook rot. Wat sporuleren heb je het over? Als die witte pluis eronder komt, dan gaat die sporuleren. Dit, ja. Jan, bedankt. Succes met je kweekwerk. Jan heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Daar kun je alles zien en leren hoe dat je nieuwe rassen moet kweken. Jan, hoe heet je kanaal? Ja, Boer Jan, geloof ik. Boer Jan. Aardappel selecteren heel de week. Gisteren met de kar gereden. Nu lopen. Het is te nat. Net bij Jan geweest met het aardappels kweken. Om de Vitoftera de baas te blijven, moeten we eigenlijk een breed middelenpakket houden om elke week onze bespuiting uit te kunnen voeren. We hebben steeds minder middelen beschikbaar om de Vitoftera de baas te blijven. Dus de enige mogelijkheid is resistenties inbouwen. Alleen dat duurt jaren. Ik zit hier op de zwaardere grond. Het is wel duidelijk zwaarder. Het is hier 33% afslibbaar. De andere kavel is 11% afslibbaar. Hier zit echt veel meer klei in. En kluiten. Ik heb hier een gat gegraven. Ook ongeveer 55 centimeter diep. De wortels die zitten hier echt ook vanaf bovenkant rug 55 centimeter diep. Dat zijn allemaal wortels. Kijk maar. Compleet andere grond.
Maar de wortels gaan wel dieper. De zaaimachine is weer van de cultivator af. Wat is nou ons systeem om de slangen goed aan te koppelen met de cultivator en de zaaicombi? We hebben tijrips om de slangen gedaan. Alle persleidingen hebben een dubbele tijrip met een kleur. Dit is rood. Dit is van de Ven. Deze cilinders van de kouters, die hebben we gecodeerd met blauwe tijrips. Dubbel pers en enkel retour. De cultivator, de bok, een dubbele tijrip geel. Dus die tijripkleuren passen bij de kleuren van het ventiel van de trekker. Cultiveren, zaaien. De ventielen. Hier kun je zien, geel, dat is de bok van de cultivator. Blauw zijn de cilinders van de zaaikouters van de zaaimachine. En rood, dat is het toerental van de Ven. Nu heb ik de combi eraf gehaald en het volgende is slootkanten klepelen. Dubbel maaien. De dubbelmaaier geselecteerd. Geel, blauw, rood en groen. Nou zitten de slangen met de kleuren tijrips aan de ventielen. Geel, blauw, rood en groen. Geel, die heb ik nu toegewezen naar deze hendel, is de bakzakken. Blauw is de sideshift. Rood is omhoog en omlaag. En dan kun je natuurlijk de hefrichting nog bedienen. En de topstang. Dat is groen. De vorige keer maaien bleef het gras een beetje hangen bij die rol. Deze plek die zat en die gaat lager, dus hij lost nu makkelijker het gras. Alleen nu nog weer droog weer, dan kunnen we weer eens wat op land doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.